Hier ziet men de graf van moeder Ida Peerdeman en vader Vreehee. Moeder Ida Peerdeman was de zieneres en de profetes van de vrouwen van alle volkeren. Vader Vreehee was haar geestelijk leidsman, vriend van de familie Peerdeman. Hier ziet men de afbeelding van de vrouwen van alle volkeren. Laten wij bidden. Heer, geef moeder Ida Peerdeman en vader Vreehee de rust. De eeuwige licht verlichte hen, omdat zij mogen rusten in uw vrede. Amen. Hier lopen wij door naar het kruisbeeld, waar wij het gebed gaan bidden die Maria aan ons gegeven heeft. Heer Jezus Christus, Zoon van de Vader, zend nu uw geest over de aarde. Laat de Heilige Geest wonen in de harten van alle volkeren, omdat zij bewaard mogen blijven voor verwoording, rampen en oorlog. Mogen de vrouwen van alle volkeren die eens Maria was, onze voorspreekster zijn. Amen. Waarom heet de vrouwen van alle volkeren die eens Maria was? Dat zit zo, dat Maria, die ooit in de tempel leefde, die was dezelfde Madonna die reeds hier in Amsterdam verschenen is. Dus diezelfde Madonna die door de heilige ouders van haar Anna Joachim gebracht zijn. Zo vertelt ook dat er de verschijning van Turris Davitica te Berlicum heeft duidelijk gemaakt. Er mag nooit, maar dan ook nooit, gebeden die door de profeten gegeven zijn, vervangen worden of veranderd. Ik zeg persoonlijk, onze Heer Jezus Christus, opgevoed is door Maria en Saint Giuseppe, heeft zo de wereld lief gehad dat hij zijn enige zoon door Maria heeft de zoon haar zijn moeder gegeven. Amen.